Welkom bij een nieuwe aflevering van het Jupiler League Magazine. Deze week reisden we voor het fan-item af naar Limburg om Maarten te spreken over zijn passie voor VVV Venlo. Stelt de trefzekere Turkse middenvelder van Almere City Jenner Arica zich voor? En gaan we op bezoek bij de onder druk staande trainer van FC Dordrecht, Gerard de Nooyer. 0 uit 7, momenteel de tweede periode voor Dordrecht. Weet je nog hoe het is om een wedstrijd te winnen? Nou, als je kijkt naar onze naar de laatste wedstrijd, dan is het heel lang geleden, ja. Okay. Je moet altijd wachten op een ommekeer en we hebben nu 7 redelijk zware wedstrijden gehad. En nu is het Den Bosch, Telstar en Achilles thuis. Nou ja, dat moet je voor jezelf stellen en doe ook met de groep dat je hier van minimaal 7 punten moet halen. Had je je debuut als hoofdtrainer anders voorgesteld? Nou ja, niet anders, maar in ieder geval wel met resultaat. Maar okay, ik zit hier al 4 jaar, dus ik weet wel wat er verwacht kan worden van mij. Je weet ook dat er trainers voor veel minder de laan uit worden gestuurd. Ja, maar dat gaat hier niet gebeuren. Nee? Nee. Zeker weten? Zeker weten. Je broer is assistent bij Telstar. Laat hij je vaak weten dat hij hoger staat dan jij? Nee, we hebben heel veel contact. We hebben heel veel contact, maar het is niet zo dat hij... Nou ja, hij hoopt natuurlijk het beste voor mij. We praten wel heel veel over het voetbal, hè, over de Jupiler League. En voor hem is het eerste jaar. Nou ja, dan kan ik ook wel vertellen wat hij kan verwachten. Okay, als assistent, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, is het toch anders dan hoofdtrainer. Maar je bent verantwoordelijk en ik weet dat ik verantwoordelijk ben voor de resultaten hier. Zijn. En de ommekeer gaat vrijdag hopelijk tegen FC Den Bosch. Na dit interview denk ik zeker. Ik ben Maarten Bastiaans, ik ben 20 jaar en naast radioverslaggever van de lokale omroep ben ik ook groot fan van VVV. Het is wel omroep Venlo, dus je kunt het wel als Venlonaar verslag geven. Je mag met een geel-zwarte bril op, zoals wij dat zelf noemen, verslag geven. Dus ja, dat is goed te combineren. Ja, we hebben net de spullen opgehaald bij de omroep en we gaan nu naar het stadion. We hebben dadelijk eerst een klein interview met de trainer, dat mag ik voor VVV zelf doen. En dan de voorbereidingen treffen voor het radioverslag. Kleine voorspelling voor vanavond? Ja, dat is lastig. 3-0. Dank jullie wel. Oké. Okay. Ja, dat zul je altijd zien, dat de deur heel dicht is. De enige deur die open zou moeten zijn, is altijd dicht. Dus moeten we even kijken of hier iemand rondloopt. Ja, dus ik heb nu alles klaargezet voor de wedstrijd, voor live verslag. We zitten altijd hier. Dit is mijn stoeltje. Ik zit hier met mijn collega, die komt zo. Nou, ik heb me thuis wel voorbereid en een beetje ingelezen over de tegenstander ook. Maar ik ga straks in de persruimte, kunnen jullie mee, de opstelling halen. We moeten natuurlijk wel weten wie er speelt. Ja, Leemans op de plaats van Post. We juichen ook wel, mag eigenlijk niet op de perstribune. Maar als er niemand kijkt, doen we dat toch. We geven ook het commentaar in het dialect. Dus ja, iedereen begrijpt natuurlijk dat wij wel vanuit die geel-zwarte bril kijken. Ja. Ik zal op blind veel tijd in 3-1. Al kun ik Dylan van Krooij ook vanmorgen weer in de clean sheet. Ik zet in op 3-0. En in balbezit geeft Tim Koremans de bal maar eens wie het aan langt. Ja, dan zullen ze zeggen, not a spits, toch wel een specialist. Wat het specialist is. Dordrecht wat wel ging van voetballen met de nummer 11 Alessio Dekroes. Ik ben Jenner Arica, 24 jaar. Ik speel bij Almere City, ik ben een middenvelder. Ik heb 10 jaar in de jeugdopleiding bij Ajax gespeeld. 2 jaar bij Jong Ajax. 2013 maakte ik transfer naar Kaizer gespeeld. Het was aflopende contract, in de zomer liep het af, maar ik werd overgekocht in de winter. Toen had ik een aanbieding van Ajax tot 2017, heb ik het niet gedaan. Had ik besloten om in Turkije te gaan voetballen. 3,5 jaar in Turkije gevoetbald en nu weer terug in Nederland. Arica. Ook geen misselijke voetballer. En hoe was die tijd in Turkije? Was dat ook een droom van jou om daar ooit te gaan voetballen? Ja, tuurlijk is het een droom voor mij, maar ik had wel veel trainers meegemaakt. Zoals Robert Prosinečki, onder hem speelde ik wel heel veel. Nadat hij weg was gegaan, kwamen heel veel verschillende trainers. Toen was het weer opnieuw bewijzen en ja, wel spelen of niet, was echt wisselvallig. Dat was wel minder periode, maar op zich was het wel goed gegaan. Ja, en bij Almere gaat het ook goed. Veel mooie doelpunten. Hoe kan dat? Ja, we houden het van het spelletje en het positiespel in de aanval. We voelen van elkaar. Ja, op zich dan geniet je er ook van en maak je ook mooie doelpunten.
Ja, wat is jouw specialiteit, als je het zo moet omschrijven? Ja, ten eerste ben ik linksbenig, goed aan de bal. En ja, dat was het een beetje. Ja, wat moet er nog beter voor jou? Wil je nog een volgende stap kunnen maken? Ja, ten eerste wil ik het plezier bijhouden. Alles begint bij het plezier. Als het team draait, dan draait het ook individueel. Dat geloof ik heel erg in. Dus ja, daar pik ik ook mijn doelpuntjes mee. Tot nu toe gaat het goed en ik hoop dat we zo blijven doorgaan.